alles is ondergelopen. Alle uiterwaarden. Ik weet niet welke dit is. De IJssel, denk ik, of de Vecht. Ja, ik denk de IJssel, maar alles is overstroomd. Echt, alles is overstroomd. Het oog wel heel mooi, maar ook wel een beetje sneu. Nou, dan zijn we onderweg, hè? Onderweg, jongens, naar een nieuwe avontuur bij in Oranje. Dus dat wordt denk ik wel leuk. En we zijn daar wederom op uitnodiging, dus heel benieuwd wat het daar wordt. Spannend. Ja, heel spannend. Ik heb heel veel reuze zin in, hoor. Echt, ja, even iets anders weer. Dat is iedere week is het echt leuk, hoor. Ja, iedere keer weer wat anders. Ja, een nieuw water, nieuwe uitdaging. Dus, hartstikke idee. Eens kijken, jongens. Een boom in het midden. Er zijn dan allemaal kleine eilandjes. Rechts op een watertje. Vast ook een heel eind ondergelopen aan de rietdragen te zien. Het is hier wel mooi, hoor. Het is hier echt wel een mooie omgeving. Nou, ik rij wel rustig hier op de dijk, want ik heb het ook niks met die aanhanger erachter. Het blijft een dingetje, zo'n aanhanger. Nou, we zien jullie straks weer op de stek. Later. Donder, hè? Alles op ons.
zouden we dat PvdA moeten zijn? Ja, iedereen weer. Zien jullie hem zitten? Onze Toby. Zoek Toby. Hij zit in een boom. Om te kijken of hij vanuit die boom vis kan spotten. Dat riet. In het midden ongeveer, daar ligt dus een hengel. De hoogte van dat stoeltje ligt een van mijn hengels. En dan in die hoek bij het riet, want nog geen halve meter van het riet af. Bij die bomen ligt mijn andere hengel. Toby heeft een eentje. Als jullie er tussendoor kijken, zie je dat riet in de verte. En dan dat uithoekje, dat puntje. Daar heeft Toby een van zijn hengels die liggen. Echt spannend.